Nul, het is op, jongens. Duurt het lang? Waar is de spirit, jongens? Want dit is echt de ronde waar iedereen op heeft gewacht. Want we zijn aanbeland bij de laatste ronde en dit wordt de Battle of the Century. In ieder geval voor deze ronde. We gaan de battle meemaken tussen de twee overgebleven deelnemers. De twee deelnemers die de meeste sympathy votes, de meeste fiches hebben gekregen. En wat zij gaan doen, ik weet niet of ik dat al in het begin had uitgelegd. Dat zij in een battle van 7 minuten tegen elkaar gaan battelen. De ene begint en de andere komt daarna. En degene die begint mag niet eindigen. Dus het gaat een beetje om en om. Je geeft elkaar de ruimte. Er is een jury die dat scherp in de gaten gaat houden. Wat ik nog meer wil zeggen is dat degene die gaat beginnen wordt bepaald door een coinflip. En ik vind het heel erg leuk om interactief bezig te zijn deze avond. Also known as, ik ben gewoon lui. Ik ga iemand uit het publiek even zoeken die voor mij de coin kan flippen, zodat... Waar? Even kijken. Ik moet het wel op de goede volgorde doen. Degene die hier gaan staan om te battelen, dat zij... Kijk, dat vond ik heel leuk. Dat is gewoon het publiek, die party TV. Ik moet gewoon even... ja, dat. Anna! En... Anna, kom er alvast naar bij. En dan ga ik nu aankondigen wie, met wie jij moet gaan battelen. Her name is Nina. Oké, kom maar even bij van het feit dat jullie hier nu gaan staan en over niet al te lange tijd tegen elkaar gaan battelen. Nu ga ik iemand even vragen om coin te flippen. Even kijken, ik ga gewoon lekker publiek inlopen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Doe gek. Ja, het is een officiële munt, net geslagen, hij is nog een beetje warm. Staat de beeldnis, even checken of de beeldnis van Alex er wel op staat of is het nog Beatrix? Want dan moet het weer opnieuw. Nee, oké. Okay. We gaan coin flippen en jullie gaan kiezen kop of munt. En degene die het, zeg maar, kop of munt dan heeft, die mag bepalen wie gaat beginnen. Is dat ingewikkeld, uitgelegd of is het goed? Hé, hey, kijk, ik kan het wel. Oké. Okay. Dat is een... Kop. Het is kop? En wie heeft kop gekozen? En wat wil je? Jij mag beginnen, dankjewel. Wat was je naam ook alweer? Melvin. Hoe? Daniel, dankjewel Daniel. Je mag zeker wat vragen. Maakt niet uit. Het gaat gewoon vanzelf. Komt goed. Je merkt zelf... Leuk. Oh, wacht even. Kijk. Ja, we moeten natuurlijk wel de procedurele regels volgen. En daar komen ze weer, de dames van de fiches. Met dit keer de kleur... Rood! Oh ja.